Voorzitter Angelique Del Castillo van DA91 zegt dat het nu tijd is om wijzigingen in het beleid van de regering vorm te geven. Dit was een van de zaken die de partij het afgelopen weekend aanhaalde tijdens de dialoogronde met een presidentiële delegatie onder leiding van minister Albert Ramdin. Deze wijzigingen zijn volgens Del Castillo nodig om het vertrouwen dat verloren is gegaan bij het volk terug te winnen. Ze gelooft dat er daarvoor nog draagvlak is. We hebben geconstateerd dat er dus een steeds grotere afstand tussen de regering en het volk aan het ontstaan is. Dat die armoede steeds dieper gaat. En dat het vertrouwen van de Surinamer in haar regering steeds verder afneemt. En dat heeft tot gevolg dat mensen steeds meer gaan roepen voor verandering van beleid. Dat mensen, hoe noem je dat, opstandig beginnen te worden. En ook die opstandigheid, die teleurstelling, die armoede, die uitzichtloosheid die daaruit komt, is een goede voedingsbodem ook voor mensen die andere bedoelingen hebben. Die op ondemocratische wijze eigenlijk het beleid willen beïnvloeden of de regering willen vervangen. En we hebben gezegd, die risico's moeten we niet lopen. Want we leven in een samenleving die dit al heeft meegemaakt. En we herkennen de symptomen, we herkennen de gedragingen van degenen die toen die handelingen hebben gepleegd. Maar ook nieuwe mensen zien we de kop opsteken. En we hebben gezegd aan de regering, u mag dat niet riskeren. Het belang van dit land is groter dan een regeringsbelang. De DA91 heeft een verzoek aan de regering gedaan om onder andere te werken aan het wegwerken van nepotisme. Er moet vooral gekeken worden naar de functies van de First Lady, die beperkt moeten worden naar de traditionele functie die we gewend zijn van een presidentsvrouw in Suriname. De DA91-voorzitter geeft aan dat bij het accommoderen van vrienden en familie de controlefunctie wegvalt. Als er iets misgaat in een van de functies die ze uitoefent, gaan we het nooit horen. Want ze gaan het intern corrigeren en dat kan niet, want het is ten nadele van de samenleving. Bovendien, als er nu een schandaal uitbreekt in de RVC van staatsolie, dan is onze First Lady besmet. En dat zijn zaken die we niet kunnen hebben. Daarom zegt men dat de First Lady dus de functies binnen dat protocol van een First Lady moet uitoefenen. Omdat ze nooit het risico moet lopen dat ze in een schandaal betrokken is. Nooit het risico moet lopen dat men twijfelt aan haar integriteit of aan haar oprechtheid wanneer ze iets uitvoert. Maar wanneer ze nu, zoals ze nu in allerlei functies gepositioneerd is, komt dat allemaal in gevaar. En daarom is het belangrijk dat de president daar begint, dat begint te corrigeren. Omdat het die samenleving ontzettend gestoord heeft en blijft storen. Del Castillo wijst er ook op dat deze zaken een voedingsbron zijn voor mensen die reeds in het machtscentrum waren en het ook niet goed hebben gedaan om punten te vinden op de huidige regering. Del Castillo legt uit dat de partij voornamelijk opkomt voor de steeds groter wordende armoede in het land en het nepotisme.